Ladies and gentlemen, dames en heren, a word of love and wisdom by a person who also has a big heart to help and to love others. Van liefde en wijsheid dat gebracht zal worden door een persoon die ook een heel groot hart heeft om anderen lief te hebben en te helpen. This coming 10 minutes might change your life forever. Deze komende 10 minuten kunnen je leven veranderen. Let us welcome my brother Frankie Hodesune. Laat ons welkom heten aan mijn broer Frankie Hodesune. En hij heeft zijn chapeau. Het zal mij makkelijk maken. Goed, ik moest iets vertellen vanavond. Ik heb 10 minuutjes gekregen, ik zal me daar dan op doen. Maar ik heb iets van vandaag. Ik heb boodschappen gedaan met mijn vrouw, ik doe dat maar een paar keer in een jaar. En als ik boodschappen doe, dan breng ik altijd iets mee. En dat heb ik vandaag ook gedaan. Dus ik heb iets meegebracht, iets heel bijzonders. Ze zal net weglopen, maar het is eigenlijk voor Roos. Dus ik ga ze straks terugroepen. Het is heel iets bijzonders. Dus ik mocht er iets meenemen, want als ik bezig was met deze dag, ze heeft 2 weken geleden gevraagd aan mij om iets kort te vertellen over de liefde. Maar goed, op het eerste moment moet ik zeggen, ben ik heel blij dat ik geen 10.000 kilometers moest reizen om de Filipijnen te ontmoeten, dat jullie naar hier zijn gekomen. Dat ik hier mocht zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, het is heel plezant om hier samen met jullie te zijn. Ze heeft het juist gezegd. Ik heb haar ook nu misschien, ik weet niet hoe lang ik ze Roos al ken, misschien 7 jaar, 8 jaar, ik weet het niet juist. Maar ik heb haar leren kennen door geloof. Door wat wij geloven in God en door wat elkaar hebben mogen leren kennen, ben ik heel blij en dankbaar. Er is iemand in ons leven gekomen die ons totaal veranderd heeft. En ik dacht vandaag, wie zou dat kunnen zijn die ons leven kan veranderen? En als ik aan het boodschappen was met mijn vrouw, heb ik wat meegebracht. Wat is dat? Een groot hart. Maar je ziet in dat hart is zwart. Is misschien een beetje hard. Ik was zo vanaf mijn geboorte. Ik was een beetje hard. Ik was misschien een beetje stout als kind. Beetje deugniet, noem maar op. Ik denk ieder van ons. Maar op een bepaald moment, 20 jaar geleden, heb ik iemand leren kennen. En ik 25 jaar geleden heb ik mijn vrouw leren kennen, waar ik heel verliefd op ben, nog altijd. Maar 20 jaar geleden, door haar getuigenis, ze sprak over iemand waar ik heel verliefd ben op geworden. En ik heb ook gezegd tegen mijn vrouw, ik ben op nog iemand verliefd. En ze zei, wie is dat? En ik zeg, dat is Jezus. Ik heb God leren kennen, maar hij heeft een prachtige zoon, Jezus Christus. Hij heeft zijn zoon gegeven aan ieder van ons. En hij kwam op deze wereld, op deze aarde, om ons alle lief te hebben. Hij heeft zo'n groot hart voor ieder van ons. En die liefde van God door Jezus kwam in mijn hart. En van dit zwart hart, die hart was, heeft het totaal veranderd, zoals Roos ook zei. God is bij machten ons totaal te veranderen. Ik geloofde dat vroeger niet. Maar op dat moment is er iets gebeurd in mijn leven. Dat ik heel dankbaar voor ben tot de dag van vandaag. Dat ik nooit meer zal loslaten. En wat er gebeurd is, is een hart van vlees. En dus, dat is zo hard geworden. En ik kan dat zelf niet. Wij kunnen niet ons hart veranderen, niemand van ons. Alleen God de Vader heeft zijn Zoon gestuurd om ons hart te veranderen. En dat hart is zacht. Een hart van vlees. Een hart van liefde. En dit liefdevol hart staat hier vol met kleine hartjes op. En dat is zoals Roos ook zei. Ze heeft een hart voor vele mensen. En dat is die liefde van God die door haar heen mag werken. Zij heeft liefde voor haar eigen volk, de Filipijnen, maar ook voor dit volk uit België en noem maar op voor vele mensen. En dat is ook mijn hartsgesteldheid. Mensen, het leven is hard. Het leven is zwaar. Het leven dat we nu doormaken is misschien voor vele mensen angst.
Er is iemand gekomen in mijn leven, in Roos haar leven. En ik hoop in ieder van ons leven dat Gij daar ook woning mag in maken. En dat Gij ons vroeger hart mag veranderen in een zacht hart. In een liefdevol hart, in een vredevol hart. En Hij alleen, Jezus Christus, is alleen bij machten dit te doen. Hij alleen kan dit veranderen. En daarom ben ik heel blij om dit kort te mogen te vertellen. Wat Gij gedaan heeft in haar leven, in mijn leven en ook in andere mensen hier in ons midden. We willen niet religieus doen, maar ik weet de Filipijnen zijn ook 80% zijn Rooms-katholiek. Maar toch is er iemand gekomen in ons leven, werkelijk de boodschap Jezus Christus, die de enige weg is tot de Vader. En al geloven jullie misschien wat ik hier vertel vanavond, maar één ding wil ik je toch meegeven. Vraag het. Vraag misschien vanavond, bestaat Hij echt? Die Jezus, bestaat Hij? Is er echt een levend God die in mij mag komen wonen, die mijn leven kan veranderen? Ik kan alleen maar zeggen daarop ja en amen. Want Gij heeft mij veranderd. Hij heeft de Roos veranderd. Hij heeft nog vele mensen veranderd die hier in ons midden zijn. Maar probeer het zelf niet, het zal nooit lukken. Maar één ding, die liefde die God gegeven heeft voor zijn Zoon, is een geschenk vanuit de hemel. Het is puur genade. Het is het mooiste geschenk die ik in mijn leven heb mocht leren kennen. Het is het mooiste geschenk. Mijn vrouw is een prachtig geschenk. Al 25 jaar lang dat ik met haar samen mag leven. Maar Hij is het die ons samen bindt. Hij is het die ons samen vasthoudt. Hij is het die ons samen het leven heeft. Niet alleen voor vandaag, voor morgen, maar ook voor eeuwig. En dat is zo belangrijk. Dat we dit vasthouden en mogen geloven. Vele mensen geloven dit niet. Vele mensen verstaan dit niet. Ik verstond het ook niet. Maar geef God de kans van besta je echt, leeft Gij. Ik nodig jullie uit vanavond. Vraag het niet aan mij, maar vraag het aan de God hierboven die leeft. En Hij zal je antwoord geven op elk vlak en welk probleem en elke moeite en elke ziekte. Hij is er voor u en voor mij. Amen. Ik wil een Roos erbij roepen. Roos, kun je even komen alstublieft? Ik heb dat gekocht en ik wist niet of ik het ging weggeven, maar ik ga het weggeven naar Roos. Als herinnering voor vanavond. Dat ze echt mag beseffen en mag weten welke liefdevol hart ze heeft voor vele mensen. Dat is haar hartsgesteldheid. Soms heeft ze het moeilijk om erover te vertellen. Maar ik leg het vanavond heel kort uit. Het is heel eenvoudig. Heel simpel. Wat Jezus doet in ons leven. Ik weet niet of ze kan komen, misschien is ze aan het verkleden om een andere act te brengen. Maar goed, ik zal het hier dan ergens plaatsen. Maar mensen, ik wil het dan overhandigen. Dat ze niet meer terugziet naar het verleden, maar mag zien naar de toekomst. En de toekomst is prachtig, mensen. De toekomst is goed. En ik kan alleen maar erbij zeggen. De liefde van God is altijd uitgebeeld met rood. Maar eigenlijk, ons vleeselijk hart is roze. En ons hart beeldt uit naar ons hartsgesteldheid. En als ons hartsgesteldheid goed is tegenover God, dan zal het goed zijn tegenover mensen. En dat is mijn hartsgesteldheid. Ik hou van God, ik hou van Jezus, maar ik hou het ook van ieder van jullie die hier zijn. Ik ken jullie niet allemaal, maar mijn hart gaat naar ieder mens. Die met heel mijn hart en met heel mijn verlangen hoop van harte. Dat je met hem leert kennen, Jezus Christus. En voor eeuwig bij hem zult zijn. Amen. Amen. Amen.